We gaan naar onze Sammy. En Sammy die is al een hele tour aanmächtig aan het proberen om een Belg te volgen die na de rit op het podium mag. Vandaag is hij daar eindelijk in geslaagd. Hij heeft Femke Herijgers gevolgd en zij staat sowieso op het podium, want zij reikt mee de groene trui uit. Ze was oorspronkelijk niet in deze tour, maar er viel iemand ziek en er werd aan Femke gedacht. Ze werd opgebeld en Femke die sprong in de wagen richting Frankrijk en is nu podiummis. En Sammy mocht in haar zorg verblijven. Ik ben daar eigenlijk ingerold op mijn 16e al, omdat ik altijd met papa naar de cross ging. En op den duur ja, hebben ze gevraagd van zie je dit niet zitten om de bloemetjes af te geven. En nu dat ze mij hiervoor gevraagd hebben, dat is wel een beetje kers op de taart, zal ik zeggen, om in een tour de bloemen te mogen afgeven. Jouw dag begint in de Village Depart met een klein ritueeltje. Er komt iemand langs. Ja, de papa. Hè? Hij geeft dan een dikke knuffel en een kus. En ja, dat doet mij wel echt heel veel deugd. En zie je het zitten straks? Ja, 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 toch wel. Toch wel. Dus ze biedt op het gemakje met een auto. Heb jij hem ook? Ja, de eerste keer om mijn kaken. Schoon, hè? Ja. Ah, shaky cheeks. Shaky cheeks. Like this. Oh, schrikken van? Ja, ja, nee, dat is gewoon gezonde stress, gezonde stress hè, omdat dat moet allemaal kloppen, dat moet allemaal juist zijn. Moet eigenlijk 100% ja, ja, tot op het been en de darm. Ja. Dimmeke, dat is niet simpel, hè? Ja, dat is niet simpel. Dat is niet simpel, hè? Meer dan alleen lachen en mooi zijn. Ja, echt wel. En het zijn lange dagen, dus je moet hier ook wel een straffe persoonlijkheid hebben en wat karakter voor 's morgens, ja, vroeg uit je bed te kunnen. Dat zijn dagen, ja, 5:30 opstaan en dan niet voor 11 uur in je bed. Dus dat is wel stevig. Als je op het podium staat, besef je dat er op dat moment miljoenen ogen op jou gericht zijn? Daar sta ik niet bij stil. Dat is zo al lang gepasseerd eigenlijk. Ja. Dat was misschien in het begin zo een beetje zenuwachtig en ook tv en dit en dat. Maar nu, ik denk daar niet bij na. Ik probeer mij gewoon te focussen op mijn job. En op dat moment, dat is eigenlijk 30 seconden. Dat is niet langer. Je komt op, je geeft je bloemen af en je gaat er weer af. Dus dat is zo voorbij. Wat de mensen niet zien, is dat er iemand voor het podium zit met een bordje. Nu mag je klappen, nu mogen de bloemen, nu mag je afgaan. Dus alles is wel heel goed begeleid. En ja, dat is wel heel tof om dat allemaal achter de schermen zo eens mee te maken. Ja, hoe dat zij zo'n topniveau eigenlijk behalen, zal ik zeggen. Het enige wat er zou kunnen misgaan is dat Sagan bijvoorbeeld 4 kussen geeft en dat je als bloemenmeisje een beetje verschiet van allee, wat doet hij nu? Maar ja, de tip is blijven lachen. Peter Sagan! Peter Sagan! Ze noemen ons al de Saganet. Dus we hebben hier al een bijnaam gekregen omdat, ja nee, ik ken ze van het team. Het zal altijd Sagan zijn, hè, nu. Wat is het mooiste compliment dat je tot dusver hebt gekregen sinds je nu in de tour zit? Het mooiste compliment, goh, dat gaat dan niet echt om wat een vreemde tegen mij zegt, want dat interesseert me weinig. Maar mijn moeken en mijn fokken, dat zijn de ouders van mijn mama. En mijn moeken zeg ik, jij bent toch wel een deugeniet, hè? En allee, dat doet mij ook wel plezier. En dan mijn fokken ook, die kon het niet geloven dat ik naar hier kwam. Je zei, hallo, wat zeg je daarna? Ik zeg, ja, fokken, ik ga naar de tour. Super, hè, Femmeke? En die zijn ook heel fier en trots. En ja, daarvoor doe ik het ook deels. Ja, en dat is de papa van een van Les Saganet, Femke Herijgers.